De markt aan de Jodenbreestraat is per zaterdag gesloten. Dit deelde de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkus, gisteren mee tijdens de dagelijkse persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. Eerder is bekendgemaakt dat de centrale markt aan de Saramakkastraat in verband met dit virus gesloten is. Als gevolg daarvan verkochten enkele marktvenders hun waar aan de Jodenbreestraat. Nerkus legde verder uit dat de markten met een verkopersaantal van bijna 3000 gesloten zijn. Deze zijn de centrale en de vreedzame markt. Nerkus zegt dat de kleine markten in deze periode open zijn voor de gemeenschap. Nu zijn er een aantal kleine markten, zoals de Quatamarkt, Leiding, Idra Gandhiweg enzovoorts. En die kleine markten hebben we gevraagd om open te gaan met een bepaalde bezetting. En daarop wordt iedere keer elke dag gecorrigeerd en met de leiding afgestemd. Ja, zodat de mensen ook dan in de gelegenheid worden gesteld, het publiek in de gelegenheid wordt gesteld om hun groenten en fruit en andere dingen te kunnen kopen. Verder wees Nerkus erop dat er ook andere maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat het COVID-19-virus zich verder verspreidt. Zo zijn de openingstijden van de eetstentjes aan de waterkant volgens hem aangepast. Aan de waterkant, waar men in de middaguren wat kon, gedurende 24 uur wat kon eten of drinken. Daar worden dan de units gesloten vanaf 6 uur middags tot 6 uur morgens. Ja? Dus vanaf vandaag, 6 uur, is dan alles dat aan de waterkant is tegenover de centrale bank, toch, gesloten tot 6 uur de volgende dag. Districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost. Hij sprak gisteren bij de dagelijkse persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. Hij deed ook een beroep op de samenleving om huisfeestjes en huwelijken te verschuiven.